Spoedig kom maar. Goed, anyway, wij zijn hier in het fantastische Amsterdam. En natuurlijk ook met de sporen van Koa natuurlijk. Laten we ondertussen ook even de frontlijn aanzetten. Frontverlichting. ATB natuurlijk alvast aanzetten. Dodemaan aanzetten. Lichtjes even omzetten. Voilà. En jullie kunnen het al zien, jongens. De nieuwe seinen staan er. Ja, ik kan je zeggen, ze zien er toch echt mooi scherp uit. Kijk, dit is geen tijdsgebonden scenario, dus dat komt dan weer mooi uit. Dus kunnen we lekker genieten van de route. Ik heb er dus zin in, dus let's go. Beetje te vroeg vertrokken op, maar dat maakt niet uit. Ja, dat viel mij als eerste eigenlijk op je. En dat is wel heel erg mooi. Ik weet ook niet, volgens mij zijn het wel netjes. Het eerste wat mij meestal opviel was dit zijn hier. Met een wit. Dat is wel even volgens mij een nieuw of zo. Ik weet niet. Was me in ieder geval nooit eerder opgevallen in ieder geval. Goed, voor de stop is Sloterdijk. Niet te hard draaien erop. Niet te hard. Rustig aan. Zo. Oh, nee, dat geloof ik. Dat geloof ik zeker. Oh, echt, serieus? Oh, dat wist ik niet. Hey, Jeroen, goedavond, ook welkom. Leuk dat je er bent. We hebben straks een heel erg leuk scenario op jouw route, dus... ik wil zeggen, blijf zeker aanwezig. Zo. En een van de dingen dat mij al heel erg snel opviel, is dat de afstand dat je de seinen kan zien, is best wel goed eigenlijk. Ik heb er straks al gekeken en je kon het gemiddeld al op een bijna een kilometer afstand. Nou ja, bijna dan. Kon je ze gewoon zien. En dat is gewoon echt awesome. Oh, ja, gecondoleerd dan, Jeroen. En sterkte zou ik zeggen. Dat is minder, ja. Goed, wij mogen ondertussen naar 60 toe. Oh, dat is nog minder. Ai. Sowieso wel vervelend natuurlijk, maar als familie is dat is helemaal al heftig. En ja, inderdaad, ja, sterkte hierom. Oké, 80. Hey. Dat is grappig. Dat zijn trouwens ook twee nieuwe seinen die jullie zagen, die gele aan de linkerkant. Ja, ik wou zeggen, ik ga er even naartoe, want ik wil ze even zien. Deze. Dit is dus een van de nieuwere seinen, want zover ik weet. Letjes hype. Ik had ze nog niet eerder gezien, dus ik vind het wel heel erg bruut om die te zien. Dus die zijn onder andere nieuw, jongens. En natuurlijk ook aan de andere kant staan ze natuurlijk ook. Ik moet zelf ook eventjes goed te gaan lezen wat die precies inhouden. Daar heb ik helaas de tijd niet meer exact voor. Maar in ieder geval ziet er in ieder geval zeer mooi uit. Dus dat is er eentje van. En ik moet toch wel zeggen dat deze sporen toch ook wel best goed uitzien op deze route. Oh ja, 80. Ah, oké. Okay. Ja, ik geloof dat daar ook zelfs nieuwe versies van bij zaten, als ik me niet vergis. Met, ik geloof enkel plateau, dacht ik. Zo, netjes 80. Heppakee. Brengt meneer, exclamation mark, scenario's. Daar kan je als het goed is de hele spreadsheets en dergelijke zien.
Ja, op de bovenleiding moet je nog niet al te veel focussen. Het gaat niet om de route in dit geval. Het gaat meer om de rails. De benamen de seinen. Daar gaat het vooral om. Niet of er nou wel of niet een portaaltje mis, want dit is niet er. Ja, wel een release versie. 4.0. Niet deze, maar 4.0 zelf. Maar goed, daar komen we niet voor. We komen lekker voor de seinen. En dat is het belangrijkste. Klein beetje tractie erbij op. Het is nog steeds 80 hier. Zo. Niet te hard natuurlijk. Zo. Beter. Oh ja, Anton, ik welkom. Een beetje weer de tractie erop, niet te veel natuurlijk. Want we komen zo meteen station Sloterdijk binnen. En tekst voor de host, Alt en ik. En sowieso iedereen dan, of ook alle anderen natuurlijk. Mooi, mooi. Zo, en dan komen we hier aan in Sloterdijk. Oh. Ja, maar ik kan je zeggen, die is echt de moeite waard. Absoluut. Goed, deurtjes open. Even natuurlijk de richting terug naar voren te zetten. Of ja, naar voren, naar in neutraal. Ook niet vergeten om de koersbord natuurlijk op Schiphol te zetten. Even kijken. Schiphol. Schiphol Airport, kijk toch aan. Of is het Hoofddorp? Dat weet ik even niet meer. Maar goed, Schiphol is ook goed. Ja. Ah, oké. LNH's zijn voor cargo's, ja. Oké. Hé, er gaat dan nog een SLT. Wij mogen ondertussen verder naar station Amsterdam Lelydaan. Nou, het grappige is, je kan de seinen vanaf hier allemaal al zien. Ja, ik vind het goed gelukt. Echt wel. Rustig aan, Rob. Even deze snelheid vasthouden zo. Nee, zeg mij ook even 1, 2, 3 nog niet precies. Dan moet ik nog even een keer nalezen. Goed, 130. Ik zie wat dat er komt. Wacht het al. Hoppakee. Oh, zo. Oké, op die manier. 10G. Ik denk dat ik me eigenlijk daar nog even een keertje in moet verdiepen in die X-zijnen.
Zo. Laten wij ondertussen maar gaan afremmen. We komen bijna aan een ladylaan. Ja, doe je goed, Don? Doe je goed? Ja, indeed. The tracks that we now are driving is the main track. Really, really busy track as well. And the tracks, the two tracks on the left side, the most left, they are for the metro. Ja, klopt. De twee meeste linkse zijn van de metro's, ja. Ik zat wel niet bij het juiste bordje, maar goed. Amstelele aan de vertrek, lichten die knipperen was gebruikerswens. Oh, lol. Ja, dat viel mij. En dat is goed dat je dat zegt, X-Shooter, inderdaad. Deze zijn ook vernieuwd, jongens. Die zijn ook een stuk scherper geworden, natuurlijk, net als de signen zelf. Ah, ze zijn mooi geworden. Moet je nou, ik heb Sindri kwaliteit nog maar op 70% staan. Weet je, laatst. Dat maakt niet super veel uit tegenover 100%. Dat moet je nagaan, ze kunnen nog ietsje scherper zijn. Moet ik hier pauze zetten. Oh. En... bingo. Let's go. Ik zou er, ik ga het lijstje af met dingen waar je op moet letten. Als ik ergens moet opletten, zeg het maar gewoon, ik zou er. Desnoods ram het naar mijn Discord toe ofzo. Of mijn Steam in het ergste geval. Dan mocht ik dingen missen. Zo, volgende station is Schiphol, spoor 5. Ah, oké, nee, is goed. Top. Komt helemaal goed. Even een video zoeken, oké. Moet even 80 gaan houden. Moet ik wel de goede rem gebruiken natuurlijk. Loyal. Goeie knopje door op, goeie knopje door. Goed zo. Ga je daar ook vliegtuigen spotten? Ga je nou? Weet je wat leuk is? McDonald's bij de Gamma. En dan al die. Grappig. Ik weet even 80 aan nou, Hero. Volgens mij is het hier al lekker een vrolijk feest. Want het vuurwerk staat al klaar. Hey, daar staan nog een koploper. Hey. Zo. En zo kom ik bijna aan in Schiphol, tenminste de tunnel in ieder geval. Hier wordt ons dus nog lekker druk gewerkt. En nogmaals jongens, dit is een aangepaste versie van Koa. En het staat los van de release versie van 5.0. Die over een tijdje uit kan komen. Goedenavond, Frizon. Hey, leuk dat je er bent. En Orakjes, dank je Sean voor de host. Wij mogen ondertussen 130 gaan rijden, dus laten we dat vooral even doen.
Ja, ik weet het, maar ik vond het wel zo netjes om even zo'n goede dag te zeggen. Ik was zo beleefd. Volgens mij was dat een los pakket, dacht ik, Jeroen. Wat kan er naast zitten? Ja, hier komt hier nog een ICM voorbij gereden. Ah, stikke mooi. Hey, kijk jongens, daar vliegt er een. Kom maar, zeg even ziek hype. Hoewel, zeg dat hij vrij stil blijft hangen, daar vliegt er wel eentje. Appig. Goed, dan gaan wij de tunnel in. Hey, zelfs die staan nieuwe seinen. Oh, cool, zijn dat dan die dingen? Ik zag ze op het lijstje staan, inderdaad. Oh, wow, dit is. Oh, sorry, ze zijn een beetje kapotjes nou. Maar die zijn dus ook nieuw. Ik kwam ze in het lijstje in ieder geval tegen, dus ook dat is nieuw. Grappig om te zien. Hier staan er ook nog een set. Hier nog een set. Want dit gaan we een beetje afremmen. Hier nog een setje. Ja, ik vind het wel grappig. Ik moet nou niet te snel afremmen, hè? Maar dankjewel, Rob. Dank je. Ik vind het wel grappig. En mooi. Hup. Ja, dit is wel mooi te zien, joh. Ook die. Kijk, een viertje. Afremmen naar de vier. Ja. Ah, ik moet zeggen, ze zien er wel erg gaaf uit met die verlichting zo. Nice. Ik heb er een paar ingemetseld. Ja, ik kan je wel zeggen, ik vind het wel, wel bruut. Oh, 40 op 40. Oh, dat was hij nog niet. Ik moet er even bij zeggen, jongens, alle witte verlichting die je ziet, zit in het, vast in de tunnel en heeft niks met de seinen te maken. Dat moet ik even bij zeggen. Geen idee, hij staat al op 40. Ja, het is hem niet remmen. Wow. Zo. Dan komen wij hier aan in Schiphol. Deze is het laatste station van deze rit. Hierna gaan we naar de andere kant van de route. Laten we eerst maar eens hier gaan stoppen. Zo, laten we hem hier maar neerzetten. Voilà. Mooi, mooi. Het chique idee. Wow, wat ben je vergeten uit te zetten?
Well done, you have completed the scenario successfully. En dat betekent dat wij aan het einde zitten van deel 1, jongens. Van deze reeks. Er komt hier ondertussen nog een koploper binnengereden. Een viertje. En zodra deze gepasseerd is, dan... Nou ja, bijna dan. Mooi, mooi.